moeten. Ja, precies, ja. Precies. Ja. Nou ja, in Duitsland, in Frankrijk zijn er volgens mij is het nog wel iets scherper. In Duitsland is bijvoorbeeld de cultuursector ook wel weer dichtgegaan. Dus er zijn wel wat verschillen. Maar ChristenUnie-Kamerlid Carla Dirk Faber vroeg vandaag waarom het kabinet niet kiest voor een korte klap. Hè? En dat bedoelt ze eigenlijk gewoon de lockdown. Hoe reageert Rutte daar dan op? Ja, dat is heel ingewikkeld, want hij leunt dan op de kennis van de deskundigen van het RIVM en het OMT. En hij zegt, ja, dat gaat niet zoveel helpen. Wat hij eigenlijk zegt is van, we hebben nu besloten even een paar dagen het aan te zien, omdat we wel het idee hebben dat we op het gebied van de besmettingen op het omslagpunt zitten. Blijkt dat de komende dagen tegen te vallen, ja, dan gaan we direct, dus nog voor het weekend, ernstige maatregelen nemen. Ze verwachten dat niet, omdat ze wel zien dat de cijfers, dat het waarschijnlijk de goede kant op gaat. Als dan na het weekend blijkt van we zijn afgebogen, ja, dan kan je met z'n allen gaan discussiëren, willen we nog sneller naar beneden? Maar daarvan zegt Rutte dan, de maatregelen die je dan moet nemen zijn ontzettend drastisch en ook niet 2 weken. Hij zegt, het idee dat je 2 weken met z'n allen binnen gaat zitten en we kunnen dan een fantastische decembermaand met z'n allen hebben. Hij zegt, ja, dat zo werkt dat niet. Dan zijn de besmettingen nog steeds te hoog. Dus hij zegt, zoals hij zei, een korte klap bestaat niet meer. Nee. De korte klap zit niet in de gereedschapskist. Dat de taalkundige vernieuwing die we hebben. Dus dat idee van die hamer waar hij vorige week mee kwam, of 2 weken geleden al. Ja. Dat suggereert één klap. Maar die klap, daar zitten we nog steeds in. Dus hij is de hele tijd nog met die hamer aan. Ja. Dus dat duurt nog heel lang.